Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Zoals jullie weten is het al een tijdje terug dat ik een... Nou, eigenlijk niet zo lang. Tenminste, voor mij niet zo lang terug dat ik een video heb opgenomen. Maar vandaag ga ik een reageren op video maken. En ik heb, zeg maar, van die keyboardstukjes uitgekozen. Gewoon van YouTube. Die gewoon ergens op YouTube staan. Daar staan ze bij aanbevolen. En dit is Impossible. Deze is 2 miljoen noten. Ook Impossible. Impossible Alone, die vond ik gewoon heel mooi. En Wake Me Up, ook Impossible. En dan ga ik daar gewoon op reageren, denk ik. Ik heb vandaag ook mijn webcam aan, zoals jullie zien. Ja, ik wil met mijn muis aanwijzen, maar dat gaat niet. En dan denk ik dat we nu gewoon beginnen. En dat is reclame, dus nu krijg ik geen advertentie meer. Heel leuk. Degene die Despacito kennen, kennen deze waarschijnlijk wel. Ik kijk gewoon eerst de hele video, ook al heb ik ze al gezien. En daarna reageer ik erop, stukjes gewoon. Maar ik vind het ook gewoon leuk om piano te luisteren, omdat ik het vaak mooi vind als mensen het goed kunnen. Nou, deze leek me nog niet zo moeilijk vergeleken met de thumbnail van deze. Als je hier kijkt, zeg maar dit stukje, hier zie je hem opbouwen, vind ik dan. Maar ik kan niet zo heel goed keyboard spelen. Hier hoort er nog meer noten, maar ik denk niet dat je dit in je uppie kan spelen eigenlijk. En dan krijg je hier pas best wel veel noten en het klinkt ook best wel als Despacito. En dan gaan we nu door naar de volgende en dat is deze. En weer reclame. Het zal wel een keer niet te zijn.
Zo, dat gaat snel. Ik vind het echt heel snel gaan eigenlijk. En heel chaotisch. Ik denk dat je dit echt niet in je eentje kan spelen, als ik eerlijk moet zijn. Met hoeveel zou je moeten zijn als je zo'n hele piano te moeten bedienen? Oeps. Weer melding in mijn scherm. Volgens mij is dit gewoon niet mogelijk om te spelen. Het zijn 2 miljoen noten, ja, dat geloof ik wel. Ik ben gewoon echt nog steeds verbaasd hoe vaak ik deze al heb gezien. Ook gewoon dat stuk. Je zou alleen maar 2 noten indrukken. Dat vind ik zo gek. Wanneer is dit stuk dan? Dat weet ik niet in mijn hoofd. Maar ik weet wel dat het heel gaaf klinkt. Oh ja, dat was nu. Ja. Hoe moeten mensen dit ooit spelen? Komen er nog meer bij? Ik word er zo wat draaierig van, omdat het om elkaar heen lijkt te draaien en zo. Volgens mij wordt het alleen maar meer. Ondertussen heb je elke noot op je keyboard gebruikt. Ja, oké, het wordt nu wel erg onmogelijk. Het enige wat ik nog zie zijn kleurtjes. En dan is het weer normaal. Het zal ook een keer niet zo zijn dat het anders is. Maar kijk dan, het hele keyboard wordt gebruikt. Als iemand weet hoeveel noten dit zijn, zeg even hoeveel mensen hiervoor nodig zijn om dit te spelen, want ik vind dit echt onmogelijk worden. En ik heb mijn laptop trouwens niet op mijn benen liggen zoals normaal, dus ik kan er misschien wel eens anders uitzien hoe mijn webcam is. Moment, is dit nog mogelijk? Ik ga het niet eens meer afvragen, het is gewoon onmogelijk volgens mij. En dan krijg je zo een einde. Ik moet heel even de video stoppen en dan zie ik jullie zo weer terug. Oké, ik dacht dat hij het niet deed, daarom zat ik voor jullie waarschijnlijk. Dit is Pirates of the Caribbean, medley. Dit is dus, het staat linksboven in de video, het is easy. Ja, dat geloof ik wel dat het zo is. Very difficult. Ook logisch. Stop.
Don't Drop the Bass, dat is zeg maar die lage blauwe toon, denk ik. Extraordinaire, stond iets, maar ik kon het niet lezen, ik was niet snel genoeg, want ik ben niet zo super goed meer in Engels. Crazy shit. En er staat nu wat de fuck. Ja, oké, dat geloof ik heus wel. Ik zou dit echt niet kunnen hoor. Hoe lang zullen mensen hierover doen dit te kunnen? En dan gaat hij weer verder. Ongelooflijk. Het is wel mooi. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Ja, ik kan dit dus niet. ik kan me met één hand spelen nog niet eens op een normaal manier. Omdat ik het nog steeds moeilijk vind om een ritme aan te houden dat langzaam is. Ik kan beter een vlot tempo aanhouden voor mezelf. Hij is pas halverwege. Hoe kan dat? Dat hij nu alweer zo is. Dat lijkt op een slaapliedje of zo. En voor de duidelijkheid, ik kan het niet opnemen in mijn kamer, want daar heb ik nog geen wifi. Tenminste, niet sterk genoeg voor mijn laptop. Wel sterk genoeg voor mijn telefoon, maar dat is één streepje op mijn telefoon. En ik heb een Huawei i560 of zo. En die hebben een hele sterke verbinding en een goede batterij. Daarom had ik hem gekozen ook. Ik dacht dat is wel handig, maar ja. Hij moet nog steeds best wel veel laden als ik daar op mijn telefoon zit. Dit stuk ken ik niet van Pirates of the Caribbean. Dit stuk wel. Dit stuk ken ik wel. En ik weet dat ik hierdoor al helemaal geen advertenties meer krijg, omdat ik telkens rest onder in YouTube meldingen krijg, maar ik heb geen zin om dat uit te schakelen op mijn laptop, want het is weer zo'n gedoe. Oh jemig, zo'n rat. Dit wordt echt gewoon onmogelijk als ik dit ooit zou willen spelen. En dat geef ik eerlijk toe. En ik wil bij dat trouwens de leukste voor het laatst, vind ik zelf. En er staan ook nog andere video's onder. En dat weet ik zelf. Maar die kijk ik altijd zelf, want ik zet altijd gewoon in alles in laten bekijken wat ik aan meldingen krijg. Dat vind ik gewoon handig.
wel afgelopen. Deze. Deze staat ook impossible bij. Ben benieuwd. Poesjes. Niet doen. Dit is Avicii, Wake Me Up. En die ken ik heel goed, want mijn kuur, zeg maar, die ik wil gaan rijden, lijkt hier heel erg op. Volgens mij is die nog niet zo onmogelijk als je met z'n tweeën speelt. Neem ik aan. Dit soort video's worden ook gewoon 2 miljoen keer bekeken, als je ziet. Ik vind het zelf heel mooi klinken op het keyboard. Dit deuntje komt me heel bekend voor. Dit komt gewoon letterlijk uit de tekst. Nou, zeg maar uit het tussenstuk tussen de tekst. Derde stem, dat is mooi. Weer een tweede stem. Ik vind de tweede stem vaak heel mooi. Maar niet dat je met z'n 10-1 stuk zingt. Dat vind ik dan weer niet zo mooi. Ik moet mijn bandycam nog steeds in de gaten houden. Want ik wil OBS gaan opnemen. Maar dat werkt nog steeds niet. Dus dan kan ik elke keer maar 10 minuten per keer opnemen. En dan slaat hij uit. En dan ben ik mijn opname kwijt waarschijnlijk. En hier heb je datzelfde deuntje dan weer. En ik ben nog steeds verkouden voor degenen die het zich afvragen. Ik zet de video op pauze en dan zie ik jullie zo terug. Sorry, ik zet hem weer te vroeg. En ja, oké, neem hem wel op. Kijk, dit vind ik mooie stukken. Die hele hoge helemaal rechts voor mij uitgemogen. En dat was hem. En dan gaan we naar de volgende. We hebben nu. Welke? Deze. Ik weet niet of jullie deze kennen trouwens. De muis werkt niet mee. Dit soort muziek kan ik altijd heel erg genieten. En weer reclame in mijn beeld. Werk lekker mee.
Het jammer is dat ik nooit, zeg maar, de echte versie van kan laten horen, de officiële, zeg maar, van Alan Walker, alleen gewoon de normale. Want dan krijg ik helemaal geen advertentie meer. Tenminste, dan mogen we hier geen advertentie meer op. Volgens mij is deze hartstikke simpel eigenlijk, vergeleken met dat andere van die 2 miljoen noten of zo. Maar ja, als je ziet wat tegenwoordig alle pianisten kunnen. En dit was hem alweer. En dan gaan we nu naar degene die ik persoonlijk het leukste vind. Avicii, Medley, Wake Me Up, Levels en Hey Brother. En ik heb weer reclame. Optimaal op afgestemd. Echt. Wake Me Up begint hij mee. Ik wist het. En ik weet niet of jullie het doorhebben, maar ik kan geluiden heel anders horen dan een normale persoon. Want ik kan geluiden afsluiten. Oh, deze. En ik kan ongeveer horen hoeveel noten het zijn. Niet dat ik ze kan tellen, maar ik kan horen of er meer dan 15 of zoveel zijn als je het aan me vraagt. Maar dan heb ik vaak ook mijn ogen dicht als ik muziek luister. Dan is het ook makkelijker om het te horen, omdat je dan niet kijkt, maar luistert meer. En dan schakel je je ogen uit. En ja, als je verkouden bent, je kan muziek niet ruiken, dus. Deze kent iedereen denk ik wel. Ja, ik weet niet wat ik hierom moet zeggen. Ik vind het gewoon ontzettend mooi. Ik vind dit soort dingen altijd zo mooi, hè. Waiting for Love. Oh, die stond er niet eens tussen. Oh, deze is nog helemaal niet zoveel bekeken. Ik ken deze persoonlijk niet. Ik ken er heel veel van Avicii, want ik vind het hele mooie muziek. Maar deze ken ik niet, maar ik vind hem wel leuk op het keyboard klinken. En ik weet dat ik best wel lange video's maak, maar er is voor mij niet echt wat aan te doen, omdat ik best wel langdradig praat vaak. Ook al praat ik nog steeds zo snel, ik kan daar niks aan doen.
Nou, dan is dit het einde van deze video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Doe in dat geval even een duimpje omhoog. Abonneer even onder deze video. En doe het belletje aan. Nou, klik hem aan, zeg maar. Want anders krijg je geen notificatie dat ik een video heb geüpload. Want het is weer veranderd in YouTube, zoals ik al in de vorige video zei. En als je nog een vraag hebt voor een Q&A, laat die dan even achter onder in de reacties. Dat zou ik heel leuk vinden. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Oh,